derde, vierde ronde is het afgelopen. Alleen zegt hij dat hij hem in de vierde of derde, ik weet niet meer wat hij zei, me eruit zal slaan. Maar dat heeft hij met zijn andere tegenstanders ook niet gedaan, dus dat zal ook niet zo snel mogelijk gebeuren. Twee jaar geleden kwam ik van een dip en toen zijn we gaan zitten, serieus gepraat en denk vanaf dat moment alles veel serieuzer gekomen is en veel serieuzer genomen wordt. Want je maakt grotere stappen, je staat tegen betere tegenstanders, je wordt hongeriger, je wilt presteren en daar doe je het uiteindelijk allemaal voor. Op het niveau waar wij nu vechten, kan je niemand onderschatten. We vechten op het hoogste niveau en Fusion heeft de beste vechters die er is. En het is voor een wereldtitel, dus ik kan hem niet onderschatten. Ik mag hem ook niet onderschatten en ik doe het ook niet. De belangrijkste stap die ik nou maak, denk, is de Fusion titel. Dat is de kans van mijn leven die ik niet maak en ik moet hem gewoon aanpakken. Over de 100 wedstrijden heeft hij gedaan. Hij heeft nog nooit 8 tellen gehad. Dus ja, probeer hem maar tegen te houden, zou ik zeggen. Het is een leuke vechter. Het is een stijl waar ik ook op, waarvan ik hou. Van iemand die naar voren komt en komt om te knokken. Dus het wordt echt een clash, want ik ben ook zo'n vechter. Ik vecht altijd tegen langere jongens meestal. Dus ja, dat zal wel geen probleem zijn. Ik heb wel wat wedstrijden gezien en als ik het zo bekijk en hij doet gewoon zijn ding, moet het geen probleem worden. Ik denk dat hij hem helemaal kapot slaat. Ik ga niet afwachten, ik ga geen speltje spelen met hem. Is gewoon knokken, hij of ik. Elke wedstrijd is hij of ik. Ik ga gewoon knokken en ik ga geen afwachtpartijtje doen, ik ga geen tikketje spelen. Ik heb een conditie van 15 minuten, ik ga 15 minuten lang naar voren. Dat is mijn allersterkste punt, altijd al geweest. Dat is gewoon mijn conditie en mijn werkkracht. En dat ik conditie heb van hier tot, ja, ik kan blijven gaan. Die ene minuut rust die ik dan krijg is meer dan genoeg om weer helemaal tank vol te laden. En vooral als ik dan mijn tegenstander een klein beetje zie afzwakken, dan is het moment dat ik veel sterker word. Van der Ente was in Amsterdam in de vierde ronde niet leeg, maar was wel zwaar vermoeid. Dat had ik ook tegen Jaraya toe. Die met tegenstander zwakker erin komt in de ring, word ik gewoon sterker. En dat is mijn grootste talent, mijn grootste kracht. Dat is dan die chemie en die kracht die ik dan krijg in die vierde ronde. Ik wil liever die partij tot 5 rondes lang toe gaan, zodat het publiek vermaken. Vandaar doe ik het voor, ik vecht voor het publiek. Ik ben echt een publieksvechter. Ik hou ervan als het publiek gewoon losgaat op het partijen. Julia, edging forward the whole time. En als je dan achteraf gewoon je respect krijgt en dat doe ik het voor. Ik hou van jullie. Ik heb conditie zat, ik kan blijven gaan. Ze wachten allemaal dat ik moe word, maar ik word niet moe. De partij kan je winnen of verliezen, maar ik denk zeker dat die partij niet te hoog gegrepen is voor hem. Ik denk dat ik door mijn ervaringen aan de langste eind trek. Ik ben veel scherper. Je ziet de scherpste nog in 70 februari. Het is gewoon een kanon, het is hard trainen. Hij doet er alles voor. En wij proberen ook alles voor hem in staat te stellen dat hij dat ook kan. Dus, en daar zijn we volop mee bezig. Ik zie mijn kansen groot in. We weten wel wat zijn sterke punt is en ook wat enkele zwakke punten is. En daar hebben we wel natuurlijk gaan we gebruik van maken.